MSC Nijmegen maakt zich klaar voor Internationale Vrouwendag. Proces van start tegen gevluchte TBS'er en de alternatieven in de week zonder vlees. Deze woensdag is het Internationale Vrouwendag. De dag staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. MSC Nijmegen organiseert een evenement om deze dag te vieren. In de Hubert komen lezingen, muziek, dans en spoken word. De vrouwenrechtengroep en de studentengroep van MSC Nijmegen zijn druk bezig met de voorbereidingen van de Internationale Vrouwendagviering. Het overkoepelend thema van de Internationale Vrouwendag, dus het is het idee dat het overal gevierd wordt op 8 maart, is onbeperkt leefbaar. En waar wij voor hebben gekozen is onbeperkt straat of streets unlimited. Dat is een beetje het thema. En toen zaten we een beetje te denken van oké, wat zien we op dit moment dat nog wel echt een issue is? En dat is wel echt, bijvoorbeeld echt met catcalls, yeah. Dat je gewoon op straat wordt aangesproken, dat je je niet veilig voelt. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld. De organisatoren hebben goed nagedacht over de invulling van het evenement dat plaatsvindt in Hubert Nijmegen. Aan de ene kant gaat het echt om het vieren, hoe ver we zijn gekomen en ook de kracht van de vrouw. Dat wij als spoken word artiest. Ja, we hebben ook een spoken word artiest die gaat een ode aan de vrouw gaat geven. Dus hoe mooi en hoe prachtig en hoe krachtig elke vrouw eigenlijk is. En daarnaast gaat het ook wel omdat we een beetje de serieuze kant gaan kijken van oké, wat moet er nog veranderen? Wat is nu op het moment, wat gaat er nog mis in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in het buitenland, dus in Iran gaan we ook kijken. Er komt een professor, een socioloog, die in Iran ook activiste is geweest. En die komt dan vertellen over de situatie, hoe zij daar activistisch is geweest en hoe het daar nu op dit moment is, omdat het daar natuurlijk echt enorm misgaat. Verschillende sprekers betreden het podium met een spetterend optreden als afsluiter. Want we gaan namelijk afsluiten met een burlesque act. Ja. Om echt ook de schoonheid van de vrouw te vieren. Ja, en dat is tijdens het borrelen, dus dat is ook gewoon een gezelligheid. Dus het is ook niet alleen maar taaie lezingen, zoals sommige mensen misschien denken. Het is echt een beetje een geval. Het is best wel makkelijk. Viel alle puzzelstukken best wel aan elkaar, gelukkig. Ja. Dat klop ik echt af. Ik hoop dat morgen ook gewoon goed loopt. Ja. Maar dat liep gewoon allemaal best wel natuurlijk. En daar zijn we gewoon voor de rest heel erg blij mee. Ja. Kom gewoon sport door even langs te komen. Dat is het eigenlijk. Er wordt niet veel van je verwacht, behalve dat je gewoon hier komt en een drankje komt doen. Dus het lijkt me niet zo en lastig. En daarnaast staan we ook met een standje op, op de locatie. Ja, bij Hubert. En zij allebei. Dus dan kun je ook kijken van oké, wat is de informatie? Rights wat doen bij de verenigingen? Ja, rights is ook nog. Dus je kunt ook nog iets tekenen om je steun te voor een mensenrechtenverdediger in het buitenland te betogen. Ja. Om 8 uur 's avonds start het gratis programma. En het eerste drankje is van het huis. De TBS'er die in november vorig jaar ontsnapte vanuit de Nijmeegse pompenkliniek stond vandaag voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht dat hij op de dag van zijn verdwijning een 27-jarige vrouw neerstak. De nu 32-jarige verdachte, Kendrick M., nam tijdens een begeleid verlof de benen en sprong bij iemand in de auto. In Zoest stak hij vervolgens zijn ex-vriendin neer om zich te bewijzen aan zijn huidige vriendin. Tijdens de verbouwing van het Valkhof Museum wordt niet alleen het pand onder handen genomen. Ook de vaste collectie van het Nijmeegs Museum ondergaat een verandering. Zo is inmiddels bekend geworden dat de gebroeders van Limburg voortaan een vaste plek in het museum krijgen. Zij behoren tot de belangrijkste kunstenaars uit de middeleeuwen en komen bovendien uit Nijmegen. Het museum is momenteel tijdelijk aan het Keizer Karelplein gevestigd. De verbouwing aan het oorspronkelijke pand zal in het voorjaar van 2025 gereed zijn. Nijmegen ligt maar liefst 300 kilometer van de Duitse grens. Tenminste, dat meldt de Britse nieuwsorganisatie BBC aan haar lezers. Het is overigens niet de enige fout die te vinden is in het artikel van BBC Travel. Zo wordt de Lange Heeselstraat op zijn Engels Hazelstraat genoemd en volgens het artikel is het historisch centrum volledig autovrij. De Nijmeegse weervrouw Margot Ribbering heeft de betreffende journalist een jaar geleden rondgeleid door de stad. Tot haar ergernis mocht ze het artikel vooraf niet inzien. Iets dat deze foutjes toch had kunnen voorkomen. Ja, wij als Nederlanders eten gemiddeld zo'n 76 kilo vlees per persoon per jaar. Dat is natuurlijk ontzettend veel. Daarom is deze week de week zonder vlees. Dit moet mensen bewust maken van hun vleesconsumptie en beter nog, mensen bewust maken van de vele alternatieven die er zijn. Een plek waar klanten dit al vaak doen is de supermarkt Van Natura in Nijmegen.
De meeste mensen die hier hun boodschappen komen doen, die hebben best wel nagedacht over hoe voedsel geproduceerd wordt. En die hebben er, die kiezen voor een hele gezonde voeding. En gezonde voeding wil zeggen voeding zonder bestrijdingsmiddelen, gifstoffen dus. En heel veel mensen kiezen ook voor de bio-industrie zoals die nou gaat. Het is logisch als je het moeilijk vindt om ermee te beginnen. Maar daarvoor heeft Rudy nog een paar handige tips. Ja, ik zou zeggen probeer eerst de vleesvervangers. Want dan kun je, dat is de makkelijkste manier. Je kunt een gewone maaltijd maken en het vlees weglaten en daar vleesvervangers voor. Dan heb je ook een schijf, net zoals je vlees hebt. Dat is een mooie start. Heel simpel zijn, neem iets als dit. Dat zijn twee schijven, champignons met tarwe en tofu. Prima vleesvervanger qua voedingswaarde, smaakvol. Ben je vlees gewend? Het is wel anders. Het is niet, ja. Dus je moet er wel voor kiezen, maar er zijn qua smaak, zijn er veel smaken te vinden in dit vak. En ik denk dat iedereen ermee aan zijn trekken kan komen. Er zijn genoeg dingen om te eten ter vervanging van vlees. Er zijn dus dingen die er een beetje op lijken. Maar je kunt ook op een andere manier aan je voedingsstoffen komen. Linzen zijn, als je die vermengt met rijst, met granen, dan is dat, heb je qua voedingswaarde een prima vleesvervanger. In Nederland wil 1 op de 3 mensen al volledig vegan gaan eten dit jaar. Dit zijn er een stuk meer dan voorgaande jaren. Ook hiervoor zijn alternatieve producten beschikbaar die dit een stuk laagdrempeliger maken. Vegetarische spreads allemaal. Heel smaakvol. Met hartige spreads denk je al heel gauw aan vlees, salami-achtige dingen. Die zijn in de vegetarische hoek, deze allemaal, heb je heel veel varianten die echt heel goed voor smaak zijn. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. Nou, de gemeente Overbetuwe roept mensen op zich aan te melden voor NL Doet. Dit weekend vindt het evenement weer plaats. In heel Nederland steken mensen hun handen uit de mouwen om hun omgeving beter, mooier en netter te maken. Aan de hand van diverse klusjes. NL Doet is een initiatief van het Oranje Fonds. Het Nijmeegse café Samson is er klaar mee dat hun sfeerverlichting regelmatig wordt gestolen. En plaatst op social media een keurige oproep aan de dieven om deze terug te brengen. Sinds kort heeft het café kleine sfeerlampjes op de tafel staan met het logo van de zaak erop. Maar inmiddels zijn er al meerdere verdwenen. Ze laten weten dat de dieven er niets mee kunnen omdat er een speciale dok nodig is om de lampjes op te laden. Ja, en het is inmiddels alweer 25 jaar geleden dat in het centrum van Nijmegen de Mariekestraat werd aangelegd. In onze Facebook-herinneringen kwamen we vandaag deze foto tegen van het bouwproces. Dat was in 1998 een enorme ingreep. De Maaienburg, dat voorheen een parkeerplaats was, werd omgebouwd tot cultureel plein. En de Mariekestraat zelf kreeg uiteraard de 2 verdiepingen dat het als een unieke straat van Nederland maakt. Ja, en dan het weer. Ja, het hing al even in de lucht, letterlijk en figuurlijk. Maar vandaag kregen we dan toch te maken met sneeuw. Natte sneeuw, die helaas niet bleef liggen. Toch zal het winters karakter nog even aanhouden. Morgen bevinden we ons precies op de grens van een neerslaggebied. Daardoor kan het geruime tijd gaan regenen, al dan niet met natte sneeuw. Maar het zou ook zomaar kunnen meevallen en dan komt de zon er zelf nog even aan te pas. Wat zeker is dat het vannacht gaat vriezen en morgen 1 graad of 4. De dagen erna verandert het weerbeeld. Het wordt er niet bepaald beter op, maar wel warmer. Zo stijgt de temperatuur van 5 graden op donderdag naar 10 graden op vrijdag en raken we ook de nachtvorst weer kwijt. Maar het belooft wel een onstuimige vrijdag te worden met veel regen en stevige wind. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl en alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor ons? Mail de nieuwsredactie via redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!